Welkom in het Abel Enstra Stadion. Kennelijk hebben heel veel fans van Sportclub Heerenveen nog niet door dat de eerste zaterdagavondwedstrijd om 6:30 begint. Want het stadion is nog maar matig bezet, vind ik eigenlijk. Normaal gesproken altijd volle wak, 26.000. Maar nu nog even niet. Maar zoals altijd, per traditie, begint men hier met het Friese volkslied. Dat hoort er hier nu eenmaal bij. Het Friese bloed. En dan zit de sfeer er ook direct in dit Abel Enstra Stadion dat in 1994 is gebouwd. Dit is het elftal van Dwight Lodewegers met Nordveld, Martso, Buis, Van Aken, Raitala, De Roon, Ziyech, dus nog altijd Heerenveen van den Berg en voorop Slagveer, Oet en Sinkgraven. 4-3-3. En meer van de goal af. Zo wil Lodewegers spelen. Reinold Biedermeijer, sinds 2001 profscheidsrechter uit Boksmeer, is de man die deze wedstrijd gaat leiden. De aanvoerders Ojo en De Roon. Ernie Brands dus terug in de Eredivisie. Na wat omzwervingen door Midden-Afrika. En zijn team met Courto de Pol dus, Fortes, Haddad, Troost, Ekong en Peersman. Van Overeem, Ojo, de aanvoerder, Goossens, Korte, Lieder, Pisas. Voor u misschien heel veel onbekende namen. Na 38 competitieduels in de Jupiler League en 4 in de nacompetitie is Dordrecht dus na 20 jaar terug op het hoogste niveau. Met u zijn wij benieuwd naar FC Dordrecht en natuurlijk ook naar Heerenveen onder Dwight Lodewegers. Prima omstandigheden, een nieuwe grasmat die sinds juni hier ligt en er werkelijk geweldig uitziet. Dan krijg je zo weer zin in voetballen. Nordveld is nog altijd de doelman bij Heerenveen. Er was rekening gehouden met zijn vertrek. Dit is De Roon. Die kijkt waar Oet loopt. Die loopt daar, maar dan komt de bal niet. Dwight Lodewegers dus. Uit Voorthuizen. Naar Cambuur, nu dus Heerenveen. Lieder. Hens van den Berg. Dit is Goossens. Ook Ojo staat erbij. Het woord Goossens. Richting Lieder. En het eerste werk voor Nordveld.
Zo is het. 20 jaar terug dus. 2 keer 1-1. 1 keer in het toen nieuwe Abel Enstra en 1 keer aan de Krommendijk, waar Dordrecht nog altijd speelt. Van Overeem. Buis. Tsierk. En buitenspel. Voor Oet. Kleine korte verliest in de lucht van Raitala. Dit is Raitala. Opnieuw de Vin. Derde seizoen Heerenveen nog weinig gespeeld. Buis. Tsierk. Van den Berg. Die kan goed schieten van afstand. Maar hij raakt Oet, zijn medespeler. Pisas. Lieder. Eerste hoekschop in de Eredivisie voor FC Dordrecht. De lange mannen mee voorin op de hoekschop van Oyo. Nordveld klem vast. En meteen een voortzetting, of zit dat er niet in? Nee. Geen risico, geen balverlies. De Roon. Van Aken richting Tsierk. Troost Ekong verdedigd. Raitala, Van den Berg, De Roon van afstand, geblokt. En Korte, nee, niet Korte, Martzel. Slagveer, verliest van Peersman, maar houdt wel de bal. Martzel. Buis. Krijgt de vrije trap mee, afgejaagd door 2 man. Van den Berg. De paas komt niet met Ziyech. Doeltrap. Dat is de grote vraag in Heerenveen. Terwijl dit de voorspellingen zijn. Dat ziet er voor Dordrecht dus niet best uit. De grote vraag: blijft Hakim Ziyech? Of gaat hij toch nog verkassen? Men doet daar nogal geheimzinnig over.
Troost Ekong. De bal dan maar de tribune in. Huurling van FC Groningen. Slagveer. Peersman. Pisas. Peersman. Afgejaagd. Van Overheem. En Dordt kan eruit. Met Fortes. Dat leek mij een overtreding en dat vindt Wiedemeijer ook. Een overtreding op Boyo. Peersman. Ojo. Pisas. Lieder. Beide ploegen spelen dus 4-3-3 met mensen aan de buitenkanten, zodat er veel ruimte is. Dordrecht heeft sowieso twee pingelaars. Korte en Pisas. Echte buitenspelers. Heerenveen op rechts met Slagveer ook. Sinkgraven op links is eigenlijk meer een middenvelder. Goed, die inspeelpaas van Van Aken op Ziyech. Dat ziet er goed uit. En nu Ziyech zelf. Hij legt terug. Zelf was een betere optie geweest. Heel goed die inspeelpaas van Joost Van Aken. En dan moet hij de keuze maken. Ja, Oet stond niet echt vrij. Maar goed, die keuze kan je maar één keer doen. Heerenveen probeert het tempo op te schroeven. Sinkgraven, hoekschop. Beide ploegen hebben hun laatste oefenduel verloren. Heerenveen van Levante 0-1. En Dordt van VVV met 2-1, 1-2 dus. De corner van Hakim Ziyech. Waar is de bal? Daar, weer met Ziyech. Nu richting de tweede paal. Weggekopt door Haddad. Van Aken. Fortes speelt in op Korte. Die gooi is voor Heerenveen tot verbazing van Fortes en ook Korte. Die krijgen we misschien straks nog te zien. Dalgaard. Nu hebben we de Roon. Met weer een goede paas op Slagveer die ineens uithaalt. Ja, Belenstra stadion inmiddels wat beter gevuld. Alleen aan de overkant nog wat lege stoelen. En 100 meegereisde fans van FC Dordrecht, onder wie 1 op de fiets is gekomen. Is dat buitenspel? Maakt niet uit. De bal is voor Courto.
Gosens. Pisas. Weggekopt Raitala. Ojo. Voordeel goed van Wiedemeijer. Oet. En dan Troost Ekong. Die noemen we gewoon Troost, dat is makkelijker. Droon. Oet. Sinkgraven kijkt. Peersman. Buis. De Roon. Buis loopt door. En nu, Buis kan ook zelf scoren natuurlijk. Doet hij niet, dan maakt het zich moeilijk daar. Komt hij eruit, hij komt eruit. En dan de kopbal van Ziyech en die zit erin. Daar laat Haddad zich even verschalken. En is het Jordi Buis, de nieuwe aanwinst met de voorzet. En het Ziyech notabene met de kopbal. Eerst hier Jordi Buis met wat ingewikkelde bewegingen. En dan vraag je af, komt hij daaruit? Dat mag Peersman zich ook aantrekken, dat die bal daar komt. En Haddad mag het zich aantrekken. Dat Ziyech voor hem komt. En raak komt. De eerste tik is dus uitgedeeld door Heerenveen. Vorig jaar 9 doelpunten en nu dus de 10e voor het Ziyech. Je kunt het slecht verdedigen, je kunt het naïef verdedigen noemen wat er gebeurde bij Dordt. Maar hoe gaat de ploeg hiermee om? Dit is een goed balletje op korte. Buis, duidelijk de dirigent, de baas achterin met gebaartjes. En belangrijk dus bij die openingsgoal van den Berg. Fortes. Sinkgraven van den Berg. Ja, het is een mannetje Jordi Buis, dat weten we. Lieder. Troost op tijd, maar toch weer Heerenveen met de Roon. Goed in de ruimte gespeeld op slagveer. Met Peersman. Ziyech. Van Overheem. En weer Heerenveen. Marcel. Dat is een lekker schot van Ziyech weer. En hier nog een keer de aanleiding voor het doelpunt. Buis zet zelf de aanval op met de Roon. En dan Buis. En dan moet Peersman natuurlijk ingrijpen. Dit mag niet. En dit eigenlijk ook niet. Maar ja, hij zit wel. Knappe kopbal. Peersman en Haddad dus de schuldig eigenlijk. Oet.
over de knie bij Haddad. Ziyech op slagveer en Courto. Misschien wel de grootste verrassing, het aantrekken van Courto. Die vorig jaar natuurlijk heel wat over zich heen kreeg als doelman van Roda. 34 wedstrijden, 69 tegengoals. Maar er waren eigenlijk maar één of twee fouten bij. Die zijn zwaar aangezet en zwaar aangedikt. Maar bij Dordt heeft men vertrouwen in hem. Pisas. Van Overeem, Van den Berg en Noordveld. Oet, Ziyech, Oet is weg. Nou moet Courto iets doen, dat doet hij ook. En dat doet hij goed, gewoon de bal de tribune in rossen. Geen risico nemen. Natuurlijk is er meer te zien bij de kanalen van Fox. Even gebikkeld daar met Haddad in een hoofdrol. Die een gele kaart krijgt. Want er is een blessure. Aan de kant van Dordt. Ik denk bij Fortes. En Haddad vond het even nodig om uit te halen. Ja, Fortes raakt daar geblesseerd. En Wiedemeijer, die bepaalt niet als kinderachtig de boek staat, laat dit even niet passeren. Had dat dus geel. Dit is Haddad, die onder andere nog bij Saint Mirren heeft gespeeld. Van Overeem. Slagveer. En slagveer op snelheid. En die is snel. Ah, goed verdedigd. Keurig verdedigd door Peersman. Courto aarzelt en Haddad komt weg. Sinkgraven.
Van Overheem, de huurling van AZ. Korte. Die zoekt graag zijn tegenstander op. Dat is een vrije trap voor de Heerenveen. De overtreding op Raitala. Ziek. Ah, mooi. Dat is toch een rasvoetballetje, hoor. Daar gaat Oet op weg naar 2-0. Nee, Courto met een goede redding. Daar wordt de spits nog op afgerekend, op dat soort mogelijkheden. Dat weet hij ook, met Thomas Dalgaard natuurlijk in de dugout. Dat is grote aankoop voor 7 ton. Raitala bij de tweede paal. Geen risico, Gozes, hoekschop. Goed balletje, goed paasje. Ja, dit is een 100% kans. Goed gekiept, dat wel. Hoekschop, Ziek. Ook weer naar de tweede paal. Daar is Van Aken, die legt terug. Heerenveen is sterker in de duels, wint de meeste en is gevaarlijk via slagveer met zijn snelheid. Troost verdedigd. De Roon. Vooral aan de rechterkant ligt heel veel ruimte. Hoekschop, Fortes, geen risico met Zinkgraven. Het linker verdedigingsblok van Dordrecht met Peersman dus en Gozens, de middenvelder, hebben het moeilijk met de rechterkant van Heerenveen. Met Slagveer, met De Roon en met Marso. Ziek, uitdraaiend. Van Aken. Dus gevlacht. En dus buitenspel. En dus hoeft dit allemaal niet meer. Ilias Haddad is dus de man die de gele kaart heeft gekregen. Zoals eerder opgemerkt. Maar in de opstellingen waren de nummers 3 en 4 verwisseld vandaar. Maar zo is het goed. Haddad dus als enige op de bon. En de vrije trap is voor Heerenveen. Heerenveen dus hier thuis duidelijk de baas. Met Oet. Daar komt Raitala. Korte moet nu mee verdedigen. Maar hij was 3 stappen te laat. Courto raakt die bal. Peersman.
het al goed weer. Van den Berg. Maar de wedstrijd ligt stil. Sinkgraven. Nou, Sinkgraven dus. Aan de zijlijn nog steeds Sinkgraven, terwijl Wildschut zich warm loopt al een tijdje. Daar moet een pleister op, een krammetje in misschien. Een zwaluwstaart heet dat, geloof ik. Medische termen. Heerenveen dus even in ondertal. Fortes heeft dus even geen man nu. Nu Sinkgraven weg, Zojo. Lieder probeert een kaats met Van Overeem, mislukt. De Roon. Fortes krijgt de vrije trap mee. Sinkgraven is inmiddels weer opgelapt. De man die naast hem loopt is Erik ten Voorde. En diens zoon Rick zit op de bank bij Dordrecht. Lieder. Peersman. Ojo. Goossens. Daar komt Korte. Maar daar is ook Raitala. Pisas. Pisas. Twee man kwijt. Goed. Lieder. Goed. Maar Noordveld ook. Lieder is duidelijk een spits, een vast aanspeelpunt. Speler die een jaar eruit is geweest met een kruisbandoperatie. Goed. Zie ik. Noordveld vraagt om een aanspeelpunt. Maar dat is er niet, dus dan de lange bal. Dat gaat bijna altijd fout. Nu ook. Er was buitenspel, maar Wiedemeyer laat doorspelen. Ja, dat was een gevaarlijke bal van Troost op Ojo. Die in de dekking stond. En nu het geluk heeft dat hij een vrije trap meekrijgt. En de Roon geblesseerd is. Hij staat gewoon op die bal.
Lodewegers was duidelijk in zijn tekst. Die vond dit geen overtreding. Hij valt gewoon de bal. De gewezen voorstopper Dwight Lodewegers. Ojo. Pisas. Marceau. Funso Ojo dus. Ooit een talentje bij PSV, maar daar brak hij niet door. En nu weer Dordrecht. De captain. 22 pas en woont nog altijd in Merksem bij Antwerpen. Hier is hij weer, nummer 6. Dit is Marzo. Ook een Belg trouwens, maar ook een Nederlandse en Italiaanse roots. Troost. Goossens. Slagveer. De Roon, daar is weer die ruimte aan de rechterkant. Met De Roon, slagveer, overstapje op Ziyech, mislukt. Goossens. Ah, dat is wel heel makkelijk het bal inleveren. Af en toe nog wat naïviteit hoor. Dit is een mooie paas en een knappe goal ook. Nee! Via de paal komt die bal terug in de handen van Courtois. Mooie aanval van Heerenveen. Pech voor Oet. Geluk voor Courtois. En weer laat Ziyech zien hoe goed hij kan voetballen en vooral hoe goed zijn inzicht is. De beste man van het veld tot nu toe. De 1-0. En strooiend met passes. En dus gewild. En dat weet men hier. Buijs levert in bij Pisas. Buijs komt terug. Lieder. En Buijs weer. Peersman. Pisas wil die bal met de buitenkant links om Marzo heen laten draaien. Dat lukt niet helemaal. Maar Dordrecht blijft wel in balbezit. Ook door deze vrije trap. En daar komt de kaart. Voor De Roon. Ja, voor deze overtreding. Ja, daar raakt hij zijn tegenstander vol. Pisas. De meegereisde fans uit de Dordrechtse 100 dus kijken naar de vrije trap. Terwijl Pisas even buiten de lijn moet wachten tot hij er weer in mag. Ojo. Een makkelijke bal voor Nordveld. Die zorgt voor een snelle voortzetting maar in de boet. Die levert in bij Korte. Troost. Die levert het erin bij Oet.
En dan Slagveer. Troost. Een vreemde klutsbal. Een doeltrap. De Roon verliest van Overeem. Maar die krijgt de bal niet bij een andere groene. Maar zo maakt het zichzelf moeilijk met Buis, maar komt eruit. Kwart voor negen dus ook nog. Heracles AZ op Fox Sport 1. En dit is Ziyech. Steeds weer. Hakim Ziyech. Alleen al een feest om naar te kijken. Natuurlijk gaat niet alles goed, dat kan ook niet. Van den Berg. Buis. Buis weer. Goed doorgelopen. Sinkgraven, maar wel buitenspel. En dit hoeft dus niet meer. Leuk voor hem, voor Slagveer. En voor de mensen die de vlag niet zagen. Maar het blijft 1-0. Nicky Siebert. Assistent scheidsrechter, al jaren. Sinkgraven vastgepakt, vrije trap snel genomen, Oet. Troost. Peersman. Bij Dordrecht loopt Ricky van Haren zich warm. Deze week aangetrokken. Maar nog maar twee keer meegetraind en dat was voor Ernie Brands de reden om hem nog niet in de basis te zetten. Opgegroeid bij Feyenoord, waar hem een grote toekomst leek te wachten, leek. Maar via VVV en ADO dus nu bij Dordrecht. Maar vooralsnog met een oranje hesje. Van Overeem, Ojo. Korte. Haddad. Peersman. Fortes. Lieder die zijn stinkende best doet daar, maar het vaak tegen Buis en Van Aken vooral moet afleggen. En Ziyech.
Peersman laat zich niet nog een keer verschalken daar aan die kant. En krijgt nu ook de vrije trap mee. De overtreding van Slagvinders wat al te opzichtig. En zo hebben we in deze eerste helft wat aardige momenten met Riemen van der Velde en Foppe de Haan daar natuurlijk. De adviseurs van Heerenveen. Niet officieel meer in functie, maar nog wel belangrijk. Ook als scouts. We hebben de eerste helft bijna achter de rug. Waarin Heerenveen duidelijk de baas is. Een paar aardige momenten, maar echt hoogstaand is het nog niet. En Dordrecht duidelijk nog moet wennen aan een hoger niveau. Een vrije trap. Ojo, Nordveld met moeite. En dan de gelijkmaker, ja, van Korte. Na een fout van de doelman toch. En die gelijkmaker die komt uit het niets, zoals dat heet. Giovanni Korte, 1-1. Waar niemand op had gerekend, zelfs zij niet. Die meegereisd zijn. De vrije trap van Ojo. Slecht verdedigd gewoon door Nordveld. En ook door de rest van de verdediging. En dan maakt Korte gebruik van dit cadeautje. Slagveer daar raakt die bal niet goed. Korte wel. Het is 1-1. Een heel belangrijk moment voor Dordrecht. Zo vlak voor het einde van de eerste helft. De kleine Hagenees uit de Schilderswijk scoort hier zijn eerste Eredivisie goal. 1 minuut extra. Korte, geraakt door Raitala. Dat loont dan toch de moeite om helemaal van Dordrecht naar Heerenveen te reizen. ...2400 seizoenkaarten zijn er in Dordrecht verkocht tegen 600 vorig jaar in de Jupiler League. Korte weer. Zo gaan we dus zo dadelijk over een paar seconden rusten met een 1-1 stand. Heerenveen kwam op 1-0 door Hakim Ziyech. En zojuist werd het dus 1-1 door Korte. En het laatste fluitje van Reinold Biedermeijer klinkt. Thee drinken, koffie drinken. Zo dadelijk dus de tweede helft. We zijn weer terug dus in het Abel Enstra stadion waar Foppe de Haan net even zei... ...ja, een keeper moet hem pakken of hij moet hem stompen. Maar dit was half-half. En zo was het dus ook. En daardoor werd het dus 1-1 door dat toevalsdoelpunt van Giovanni Korte. Maar zo is het wel. Er was even een misverstand in de eerste helft over de gele kaart. De voorzitter van Dordrecht... Ad Heijmans, een gelukkig mens. Samen met Marco Bogers bestuurt hij eigenlijk de club. Is er dag en nacht mee bezig. De Kromme Dijk, het oude stadion. Dat in zijn visie moet wijken voor een nieuw onderkomen. Even verderop. Maar vooralsnog maakt Dordrecht dus zijn terugkeer waar in het... Profvoetbal op het hoogste niveau met 1-1. Ik zei er was even een misverstand bij de gele kaart van Haddad en Troost. Op het wedstrijdformulier staat Troost met nummer 3 en Haddad met 4. Maar het is omgekeerd. Men heeft het niet veranderd omdat er dan problemen met de administratie zouden ontstaan. Dus als u nummer 3 ziet, deze speler, is dat Haddad. En nummer 4,
Dat is troost. Ekong. Troost Ekong. Goed. Dat rechtgezet. Maar dat dus geel. De Roon ook geel. Korte daar de man van de verrassende 1-1. Wanneer brengt Dwight Lodewegens zijn nieuwe spits Dalgaard? Zonder iets te willen afdingen op het spel van Oet. Maar je haalt natuurlijk niet een 30-jarige Deen voor 7 ton om die de hele wedstrijd op de bank te laten zitten. Van den Berg. Slagveer. Had iets vreselijks in gedachten. Dat zie ik ook. Iets vreselijk positiefs, maar dit is Goossens. Lieder. Met Buis. Pisas. Is snel, maar Van Aken ook. En die neemt geen risico. Hoekschop Dordrecht. Pisas. Korte. Pisas weer. Weggekopt Van Aken. En dan is die bal niet echt lekker weg. En nog steeds niet weg. Van Overeem. Begint aan een avontuur. Wat eindigt in een inworp voor hem. En laat het over aan Fortes. Doeltrap. Hier die mogelijkheid voor Dordrecht, omdat Heerenveen die bal daar niet wegkrijgt. Maar een echte kans was het ook weer niet. Een kansje zullen we het noemen. Een mogelijkheid. Troost met Oet. Troost wint. Peersman. Ojo. Pisas. Overtreding gezien van Goossens. Goossens is een Nederlandse naam, maar het is een Duitser. Hij is geboren in Emmerich, vlak over de grens bij Arnhem. Maar hij heeft een Nederlandse moeder, een Duitse vader. Lieder. Van Overeem. Buis. Ziek. Een goed balletje op slagveer. Maar Peersman let nu beter op die snelle slagveer. Die voortdurend dus met die Goossens eerder genoemd te maken heeft.
voordeel, goed. De Roon, slagveer. Van den Berg, Tsierk. Sinkgraven, mooie beweging. Hij beklaagt zich bij de scheidsrechter dat hij geen vrije trap kreeg, Sinkgraven. Fortes goed. Maar niet echt goed weg. Niet voldoende weg. En nu? Met hang en wurgen, pijn en moeite blijft Dordt overeind. Troeft de leader daar Jordi Buijs af. Ojo. Dat is een overtreding van Matso. Lieder. Ojo. Lieder. Die kleine korte, die kan daar zomaar koppen. Hoe is dat mogelijk? Vragen een heleboel mensen zich af. Die is echt twee koppen kleiner dan de verdedigers van Heerenveen. Dat zou hem vroeger niet zijn overkomen, Ernie Brons. Tsierk. Sinkgraven. Hoekschop. De tijd is aangebroken voor wat wissels, zeker bij Heerenveen. Dalkaard maakt zich klaar. En Wildschut maakt zich klaar. Van den Bergman de hoekschop. Veel lopende mensen. Een dubbele wissel dus aanstaande. Dalgaard daar en Wildschut. Wildschut die wel op linksbuiten zal gaan spelen, neem ik aan. Slagveer gaat eraf. En Dalgaard komt logischerwijze voor Oet. Ja, die kijkt al. Die kijkt een beetje treurig zoals een hond die een schop van zijn baas heeft gehad. Maar waarom ik? Hij miste natuurlijk een grote kans in de eerste helft. Maar voetballend deed hij het zo slecht niet. Maar hij loopt met de kop naar beneden, de duck-out. En weet al, Dalgaard, dat wordt de nieuwe nummer 9 van Heerenveen. Natuurlijk, die is niet voor niks aangetrokken. Van Viborg uit Denemarken. Voor sportliefhebbers, Viborg is de handbalstad uit Denemarken. De tweede sport daar. Hoekschop, Dordrecht. Ojo, naar de tweede paal. Daar is Fortes. Weggetrapt door Wildschut. Peersman. Dat is een goede bal. Op van overheen. Lieder. Van Aken. Het rommelt daar toch ook een beetje bij Heerenveen achterin hoor. Echt zeker vind ik het niet. Ojo. Buijs mist. En dan Lieder met een geplaatst schot, maar de redding van Nordveld. Hard was die bal, niet met de binnenkant, maar wel geplaatst.
Het was een aardige aanval van Dordrecht, maar het rammelt achterin bij Heerenveen behoorlijk. Van Overeem. Goossens. Peersman gooit. Fortes. Van Overeem. Bereikt Fortes niet. Dus even kijken hoe Heerenveen het nu is. Gaat doen. Sinkgraven gaat naar rechts. Wildschut links en Dalgaard dus in de spits. Hier is hij. De Roon zoekt Sinkgraven. Zie ik, mooie beweging met zijn lichaam. Peersman weggestuurd. Wat doet Peersman? Goed de bal verdedigen. Mooi die beweging van Ziyech. Maar goed verdedigd. Ziyech. Weggekopt die bal door Lieder. Sinkgraven. Weer hoger in. Weggekopt had dat. Wildschut. Van Overeem met hangen en wurgen en Ojo dan de tribune maar in. Twee ballen, dat kan dus niet. En met die ene, nee, dan liggen er nog twee. Oké, nu weer één. Ruitelaar. Dalgaard. Wildschut. Bal is achter geweest. Daar gaat Dalgaard, maar daar is Troost en daar is ook Courto. Hij was topscorer van de Deense Eredivisie, die Dalgaard. En de vervanger dus van Finn Bogason, maar ja, 29 maak je er zomaar niet natuurlijk, dat weet hij zelf ook wel. Ziyech, die heeft het moeilijker dan die Estel. Wordt nu strenger en vaker bewaakt door met name Goossens.
Sinkgraven bloedt weer en moet opnieuw behandeld worden. Belgaard. Ziyech. Raitala. Sinkgraven mag weer. Laatste restje bloed van de neus. En dan hupsakee. Daar is niemand. Ja, daar komt hij nu, Sinkgraven. Ja, dat kan hij niet belopen. Het probleem bij Heerenveen ligt duidelijk op de plek rechtsbuiten waar Sinkgraven nu staat. Zonder hem daarvan... Ja, te beschuldigen, daar kan hij niks aan doen. Hij is geen rechtsbuiten. Want Heerenveen heeft natuurlijk vorige week Bilal Basacikoglu aan Feyenoord verkocht. En nog geen adequate vervanger daar op die plek. Ja, slagveer, eerste helft. Maar kennelijk onvoldoende, want gewisseld. Gosens. Lieder. Gosens weer. Pisas. Op het lichaam van Aken. Wildschut is snel. Wildschut is snel, dat weten we. Oyo. Begint langzamerhand het spel meer naar zich toe te trekken. Funzo Oyo, die jonge captain van Dordrecht. Die weet zelf ook dat dit zijn jaar moet worden. Het jaar van de doorbraak. Spelen op een hoger niveau. De klasse heeft hij. Korte. Van Overeem. Korte. En afzwaaien. Langzamerhand komt Dordrecht wat meer en meer in de wedstrijd. En dat mag Heerenveen zich toch aantrekken. Want het moet hier duidelijk tegen de debutant. Duidelijk de baas zijn. Nou ja, debutant na 20 jaar dus terug. Wildschut. En heel voorzichtig klinkt zelfs het gemor. In het altijd positieve Abelensa-stadion. Van Overeem. De Roon. Goed. Ook goed. Wildschut. Dalgaard in positie. Sinkgraven in positie. Maar Wildschut twijfelt. En twijfel is nooit goed. Hoe snel is Pisas? Snel. Maar. Bal over de lijn dus. Korte overtreding. Ja, dat ziet iedereen. Wiedemeijer dus ook. Ziyech, gezien door Fortes.
Troost. De Roon. Stilstand, geen beweging. Een boze De Roon. Nu gaat eindelijk Wildschut wat lopen. En komt ook Van den Berg erbij. Ziek. Ja, dan kan je wel boos zijn, zie ik. En boos naar Wiedemeyer kijken, maar het is je eigen schuld. Het draait zich vast. Troost, die wat meer rechts in de verdediging nu is gaan spelen, had dat links. Dat is een wisseling. Waarschijnlijk omdat Dalgaard nu in de ploeg is. Oeh, Van Overheem krijgt daar een knal tegen zijn hoofd. Van Aken, die daar niks aan kan doen, maar pijnlijk is het wel. Kijk, au. Een wissel aanstaande bij Dordrecht. Met nummer 7 staat Meulens klaar. Dat is een echte vleugelspeler. Hij zal wel voor korte komen, denk ik. Of voor Pisas, kan ook natuurlijk. Van Overheem moet er even uit. Zo zijn de regels nou één keer. Hier staat Meulens, een ervaren vleugelspeler. Hij heeft al bij diverse clubs gespeeld. Slechte bal van Nordveld te hoog. Wat vreemd. Daar is de wissel. Bij Dordt. 11. Korte gaat eraf. De man van de gelijkmaker. Hij weet het zelf nog niet. Hij kijkt en denkt ja... Nou oké, doe maar. Hij heeft zijn goaltje in ieder geval gemaakt hier. De kleine Hagenees op eredivisie niveau. Hier is die goal. De vrije trap van Ojo. Slecht weggewerkt door Nordveld. Ook niet door Slagveer. En goed ingeschoten door Korte. Die dus bijna 70 minuten heeft gespeeld. Meulens dus. Ook een klassieke buitenspeler. Want zo wil Dordt met Ernie Brand spelen. 4-3-3. Een rechts en een links buiten. Peersman. Lieder. Jagen, ja, dat willen ze hier. 20 minuten nog. 1-1, dat is niet voldoende. Voor de eerste thuiswedstrijd dit seizoen. Overtreding op het Ziyech. Nee, het is buitenspel. En dat is de eerste overtreding en die telt. Ojo,
En de Roon heeft dan geluk dat Wiedemeijer de voordeelregel toepast. Anders had hij zijn tweede gele kaart gehad. Nordveld, oh, 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 daar zit iedereen mis. En daar had Pisas niet op gerekend. Hier, die overtreding van de Roon. En dan laat Wiedemeijer de voordeelregel gaan. Dat hij op zich gelijk in heeft. Dan is hij van het probleem af dat hij de tweede gele kaart moet trekken. Slim opgelost dus van een ervaren scheidsrechter. Peersman goed, overtreding Ziyech, die krijgt dan geel. En dat is een gevolg van irritatie in zijn spel, want hij maakt ruzie met de Roon. Misschien speelt ook wel de mogelijke transfer in zijn hoofd, maar die eerste helft was hij echt heel goed. Van den Berg. 4 tegen 4. Dilschut. Inmiddels heeft Dort meer mensen achterin. Van den Berg weer. Troost. Het was bovendien buitenspel. Hij moet weer naar de kant. Sinkgraven. Hier komt hij in botsing met Courto. En nu gaat het niet langer. En komt de jonge Noor Morten Thorsby in het veld. Of blijft toch Sinkgraven nog? Nee, dat zal toch niet? En gaat er een ander uit? Dat kan natuurlijk ook nog. Zestien is Sinkgraven. Die inderdaad vervangen wordt. Door deze jonge Noor Morten Thorsby. Die heeft al twee doelpunten gemaakt in de voorbereiding. Maar tegen amateurclubs. Maar het is meer een middenvelder. Hij gaat nu toch op aanwijzing van de bank rechts voor inspelen. Maar dat zijn toch paniekballen hoor, van Marzo in dit geval. Een teken dat het absoluut niet loopt bij Heerenveen. Met een kwartier nog. Dat kan toch niet waar zijn? Ojo. Ja, die wordt steeds beter. Pisas. Doeltrap. Van den Berg. De Roon. De Roon die nu met de Gozes te maken heeft. Dalgaard. Wat kan hij? Troost. En Peersman. Ojo heeft de dekking van Ziyech overgenomen. Twee rasvoetballers tegen elkaar. Dat is altijd leuk. En Gozes nu weer even met Ziyech. Speelt meer op de Roon. Thorsby. De Roon.
Ziyech. Troost. Buis. Meulens. Balverlies. De Roon. Heerenveen zet aan dus met drie invallers nu. Of drie wissels. Met Dalgaard. Ja, buitenspel voor Dalgaard. Naar die doorkopbal van de Roon. Meulens. Gosens. Pisas nu van rechts dus. Gewisseld met Meulens. Ja, hoe je het bent of keert, maar Dordrecht is zeker niet de mindere van Heerenveen. Sterker nog, Dordrecht is beter dan Heerenveen in de loop van de tweede helft. Dildschut. Het goede moment van Haddad. Dan Dildschut opnieuw met nu met ruimte en vrijheid. 4 tegen 3, 4 tegen 4. Dildschut. Dildschut. Nee! Dat is wel zijn ding, zijn kracht. Die snelheid in de ruimte achter de verdediging. Ziyech zag dat weer goed. De dekking was daar even weg. Maar het levert niet meer dan een hoekschop op. Kurto aarzelt. Maar komt niet in de problemen. Nieuwe hoekschop. Alles lijkt erop, mocht Heerenveen toch nog de drie punten gaan halen, dan zal dat uit een standaard situatie moeten komen. Bij de vrije trappen en een corner. Want echt goede aanvallen zijn er niet geweest. Is dit hem? Nee, Van Aken. Lieder, die zo dadelijk vervangen zal worden door Rick ten Voorde. Peersman. Een schotje. Van Aken neemt risico daar hoor. Van Aken neemt risico met Van Overheem. Van Overheem. Van Overheem. Jawel, 1-2. Joost Van Aken. Ja. Joost Van Aken. Ja. En dolle vreugde bij Joris van Overheem. En alles wat met Dort te maken heeft. 1-2.
Hoe zagen de voorspellingen er ook weer uit om 6:30? 2-0. 3-0. Deze geweldige fout van Joost van Aken straft Van Overeem bekwaam af. 1-2. Dat geloof je toch niet? Maar het is wel zo. De huurling van AZ, Joris van Overeem. Dort inmiddels gewisseld. Rick ten Voorde erin, Lieder eruit. Ten Voorde dus, die een verleden heeft hier bij Heerenveen. Zijn vader is fysiotherapeut. Dit is Rick ten Voorde, huurling van het Duitse Paderborn. Hey, de ingooi is voor Dordrecht. Ook een jongen die weer wilde voetballen. Natuurlijk veel meer verdiend in Duitsland. Maar koos voor Dordrecht om weer aan het spelen toe te komen. Meulens. Peersman. Hoekschop. Ja, vertwijfeling op de tribune en een vertwijfeling bij hem natuurlijk. Natuurlijk weet hij dat zelf, daar hoeft niks meer over gezegd te worden. Ja, hij zal het na afloop moeten uitleggen. Voor de camera's en aan de collega's van de schrijvende pers. Hoekschop Ojo. Zeven minuten nog, plus 2 of 3. Dus zeg maar een kleine 10 minuten. Met Van den Berg. Ten Voorde. En Van Aken nu goed. Meulens. Meulens. Meulens wil te veel. En krijgt nog een gele kaart. Voor de tik die hij aan de Roon uitdeelt. Meulens. Ja, fluiten kunnen ze wel, maar Nordveld weet ook dat die overtreding daar was. Jordi Buijs nu ook mee doorgeschoven naar het midden, achterin 1-op-1. Snelle jongens als Pizas. 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 Nordveld, Meulens en weer Nordveld. Zo, bijna 1-3. Wildschut. Wildschut. Een afzwaaier, een losse vlodder. Oh, oh, Heerenveen. De uitbraak van Dordrecht. Bijna 1-3 dus. En hier nog eens de fout van Aken. Wat zal die een slechte avond en een slechte nacht en een slecht weekend hebben. Oei, oei, oei. Fortes. Pizas. Van Overeem. De lange bal dan maar weer van Nordveld. In Arnmoede, zoals dat heet. Heerenveen achterin nu 1-op-1 met Jordi Buijs doorgeschoven naar het midden. En steeds maar weer die lange bal op Dalgaard en Van den Berg die nu bij de spits is gaan spelen.
Meulens. Meulens, beslist hij dan de wedstrijd? Of Pisas? Nordveld voorkomt de 1-3. En dan is het buitenspel voor Meulens. Schuldig aan de 1-1, maar hier voorkomt hij de 1-3, de Zweed Nordveld. Maar Dordrecht gaat opnieuw. Van Aken, dit keer goed. Natuurlijk kan hij goed voetballen, dat weet iedereen. Natuurlijk is hij een groot talent. Maar ja, dat ene foutje. Hakim Ziyech, de man van de eerste helft. De man van de 1-0. Met de vrije trap. Veel lopende mensen. De Roon. Van den Berg. Weg is weg. Dalgaard. Troost. Ziyech krijgt een beuk van Overeem. En een vrije trap dus. Zit er nog een 2-2 in voor Heerenveen? Ziyech. Hoekschop, Ojo. Zie ik weer. Weer een hoekschop. Geraakt door Haddad die bal. Gaan de schapenkoppen met de eerste 3 punten terug naar Dordrecht. Slordig het balletje van Pisas. Peersman. Nog een wissel. Ver. Joris van Overeem gaat eraf. De man van de 1-2. En Javier Vet komt erin. Dalgaard en Torsby. De twee Scandinaviërs. De Roon en Vet. Wildschut. Hoeveel tijd laat Biedermeijer naspelen? Van Aken. Vrije trap, ja. Niet zo handig verdedigd. En daar komt de spuitbus. Jawel. Daar komt de spuitbus. Het wondermiddel van het WK in Brazilië. Nu ook toegepast door de Nederlandse arbitrage. Vorige week bij de Johan Cruijffschaal was het een slechte kwaliteit. Scheerschuim. En nu 9 meter en 15 centimeter. En de spuitbus, jawel. Maar het werkte op het WK. Wat kan Hakim Ziyech of Jordi Buijs, wat kunnen ze? In de slotfase van deze wedstrijd zit er nog een punt in voor Heerenveen. Nee, 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 nee. Hij buigt diep het hoofd. Hakim Ziyech. Zo goed begonnen aan deze wedstrijd. Uit de kopbal 1-0 gescoord. En alles leek goed te gaan voor Heerenveen. Totdat Van Aken in de fout ging. Eerst Nordveld, 1-1. En toen Van Aken. Genadeloos afgestraft. Door FC Dordrecht. 4 minuten erbij dus.
Nu is het overleven voor Dort. Vrijdag speelt Heerenveen in de Kuip tegen Feyenoord. Natuurlijk ook weer op Fox Sports, zoals alle wedstrijden. Troost. Haddad. Ruime. Afbraak, maakt niet uit. Over de lijn. 3 punten over de streep trekken. Dat is wat de ploeg van Ernie Brands nu wil. Nordveld. Dalgaard springt. Nog 2 minuten. Het zal toch een wonder zijn. Wie zou dat goed voorspeld hebben? Wie wint hier de hoofdprijs? Bij een goede voorspelling. Zelfs de meeste rasoptimist uit Dordrecht waarschijnlijk niet. Een overtreding van Vet. Het kan nog altijd voor Heerenveen een punt. Zij knijpen de billen samen. Hij zet zijn muur. Jordi Buijs kijkt. De man voor de voorzet van de 1-0. Oh nee, oh nee. Net als eerder die vrije trap van Ziyech. Ook deze van Buijs. Ver over. Daar zit ook Gerard de Nooijer, de assistent van Ernie Brands, die 5 seizoenen hier speelde bij Heerenveen. De gele kaart voor Courto zal een worst zijn. De Pool die zich met een prima optreden vanavond heeft gerevancheerd voor een rotseizoen vorig jaar bij Roda. Laatste aanval van Heerenveen. Haddad. Ojo, een puiker tweede helft. Echt heel knap. Goeie speler. Buitenspel van tevoren, jawel. Nou, dit wordt dan de allerlaatste mogelijkheid. 20 seconden nog. Nordveld. Peersman verstapt zich. Maar het gaat goed. De eerste verrassing van het nieuwe seizoen is daar. In het Abel Enstra stadion van Heerenveen. Wint FC Dordrecht na 20 jaar terug in de eredivisie van de thuisclub. Met 2-1, jawel. Daar is het laatste fluitsignaal. En daar trapt Hakim Ziyech die bal teleurgesteld weg. En daar is de vreugde. Niet voor niets reisden zij naar Heerenveen, de 100 getrouwen. En vooral die ene op de fiets die mee terug mag in de supportersbus. Een goede tweede helft. Natuurlijk, 2 fouten van Heerenveen. Nordveld de doelman. En Van Aken, de verdediger, werden genadeloos afgestraft. En vandaar de zure blikken bij de spelers van Heerenveen. Ernie Brands is terug in de Eredivisie met de schapenkop uit Dordrecht. En zij winnen hier in het Friese Haagje met 2-1.